This is for my babies. Hey allemaal, vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En deze video bestaat uit twee delen. Als eerst ga ik jullie mijn allernieuwste EOS Lip Balsams laten zien, die ik deze week heb binnengekregen van Alice en Joe. En daarna ga ik een What's on my desk doen. Dat houdt in dat ik ga laten zien wat er allemaal op mijn bureau staat en wat er in de laadje zit. Dus laat ik maar snel beginnen. Nou, dit is hem dus, de allernieuwste EOS Holiday Pack. Er zitten drie EOS Lip Balsams in. De Sweet Mint, de Vanilla Bean en de Pomegranate Raspberry. En het leuke aan dit pakketje is dat er een stickervel in zit. Zodat je al je EOS kan customizen met allemaal leuke stickertjes. En dat gaat er ongeveer zo uitzien. This is for my baby. Vind jij deze EOS Lip Balsams nou net zo leuk als ik? Dan kan je het pakketje bestellen op Alice & Joe voor €14,99. Ik zal de link van hun webshop wel even in de beschrijving hier beneden zetten. Als je bij Alice & Joe je EOS Lip Balsams bestelt, weet je in ieder geval zeker dat ze 100% origineel zijn. En dan ga ik jullie nu mijn bureau laten zien. Dit is dus mijn bureau. Ik heb hem al best wel lang. Mijn ouders hebben hem bij de Kids Factory gekocht. Alleen jammer genoeg bestaat die winkel niet meer. Rechts op mijn bureau staan drie potten van de Hema. In de eerste pot bewaar ik al mijn witte en roze babylips. In deze pot zitten wat knutselspulletjes. Zoals washi tape, nog wat andere tapejes en wat stempels. En in de laatste pot bewaar ik wat Stabilo stiften, een schaar en een passer. Aan de linkerkant boven mijn bureau staat een body mist en een body lotion van Pink, een souvenirtje uit Parijs, een wit paard, want ik hou van paardrijden en van paarden, en twee glazen souvenirtjes uit New York en Pisa. Aan de rechterkant staan twee vogelhuisjes van de Seynolds, een tekst met Catch the Wave erop uit Florida en een zeester ook uit Florida. Mijn bureau heeft allemaal leuke vakjes en in het middelste staan twee kaarsen van de Hema en een massagebar van de Lush. In de linkervakjes liggen mijn zonnebrillen, een bewaardoosje met wat Polaroid-foto's erin en nog een kaars van de Hema. In het laadje daaronder liggen nog wat knutselspulletjes. Zoals wat sticky notes en wat kladblokjes om in te schrijven. In het middelste laadje van mijn bureau liggen wat make-up spullen. In het rechte laadje liggen mijn gekleurde babylips. Op mijn bureau staat eigenlijk ook altijd mijn laptop, waarop ik allemaal video's kijk, zoals de video's van My Life as Eva. In de rechte laadjes van mijn bureau liggen bovenin wat haarspulletjes en daaronder liggen wat schoolspullen. Aan de linkerkant liggen bovenin wat EOS lip balsams en hand lotions en wat hand sanitizers van de Bath & Body Works. En in de laad daaronder liggen mijn camera-spullen. En als laatste op mijn bureau ligt mijn iPad, mijn agenda en een scrapbook. Lijkt het je nou leuk als ik over dit scrapbook een DIY maak? Laat dan een reactie achter hier beneden. Dat was
was dan alweer de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden en misschien wat inspiratie hebben opgedaan. In ieder geval, bedankt voor het kijken en ik zie je de volgende keer weer. Doei! This is for my babies.